Leuk dat jullie weer kijken naar Fan. En vandaag hebben we de allereerste gast voor jullie. En dat is Rutger van Veurtje. Dus veel kijkplezier. Doei! Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar Fan. Een nieuw gezicht hier op dit kanaal. Ik ben niet vast onderdeel van de family, maar ik ben vandaag te gast. In meerdere opzichten eigenlijk, want ik ben een gast en ik ben een gast. Als je snapt wat ik bedoel. Je kijkt naar Fan, dus de kans dat jij een meisje bent is vrij groot. Daarom ga ik vandaag jullie vragen beantwoorden die je altijd al eens aan een jongen hebt willen stellen. Want ik ben een jongen. Echt. Ik ben geen expert op het gebied van wat dan ook, maar je zou me een beetje kunnen zien als ervaringsdeskundige, want ja, ik ben al best wel lang een jongen, dus. Ik heb van de week op Twitter een oproepje geplaatst om vragen naar mij te mailen en ik heb heel veel leuke vragen binnengekregen, dus die ga ik zo behandelen. Daarbij noem ik niet de namen van de afzenders, want ik wil dat iedereen gewoon vrij is om te vragen wat hij wil, dus anoniem. En ja, laten we maar heel snel beginnen. De eerste vraag: vindt de meerderheid van de jongens dunnere meisjes mooier of de wat vollere? Heel veel meiden streven ernaar om maatje 34 te hebben, het perfecte modellenlichaam. Maar tegelijkertijd weet ik dat heel veel jongens juist de rondingen mooi vinden. De vrouwelijke vormen, de heupen, eigenlijk alles wat een vrouw maakt. Dus je hoeft echt niet maatje 36 te hebben om aantrekkelijk te worden bevonden. Sterker nog, ik denk dat het in principe niet uitmaakt welke maat je hebt. Als jij tevreden bent met je eigen lichaam en het accepteert, dan voel je je lekker, zit je goed in je vel en dan straal je dat ook uit en dan ben je meteen stukken aantrekkelijker. Wat is het eerste wat een jongen doet als hij opstaat? Ik denk niet dat we daar heel veel verschillen, jongens en meisjes. Ik check direct mijn telefoon en ik denk dat dat voor heel veel jongens geldt. Dit is echt de vraag die ik het meest heb gekregen. Hoe weet ik of een jongen mij leuk vindt? Eén ding is zeker, als je zelf niets onderneemt, dan kom je er ook nooit achter. Ik zou gewoon meevragen naar de bioscoop bijvoorbeeld, want het is best wel een cliché date-achtig iets, maar aan de andere kant kun je er ook op die manier achter komen of die je leuk vindt. Bijvoorbeeld tijdens de film heb je natuurlijk van die armleuningen. En als jij nou je arm daarop legt en misschien net een beetje te veel aan zijn kant, dan kun je kijken of die misschien bijvoorbeeld wel je hand vastpakt. Maar aan de andere kant is naar de bioscoop gaan niet super veilig. Want je zou ook als vriendin naar de bioscoop kunnen gaan. En je hoeft ook niet bang te zijn voor ongemakkelijke stilte. Dus als je bijvoorbeeld tegenover elkaar gaat zitten in een restaurant, geen goed idee. Nooit eten op een eerste date. Want dat gaat altijd mis, knoeien en het is gewoon best wel awkward. Wel een bioscoop, dan kijk je naar de film, je hoeft verder niks te zeggen. En je voelt een beetje elkaars energie aan. Of zo. Het klinkt een beetje vaag, maar dat is echt zo. Dus mijn advies is, vraag me gewoon mee naar de bioscoop. Het is misschien een hele stap en het is spannend, tuurlijk. Maar als je niets doet, kom je er nooit achter. En ik weet zeker dat je er gewoon geen spijt van gaat krijgen. De volgende vraag. Als een jongen XX stuurt op WhatsApp, vindt hij je dan leuk of bedoelt hij dat vriendschappelijk? Ik zou dat zelf niet als keihard bewijs zien dat iemand je leuk vindt. Want soms is het gewoon heel erg makkelijk om even XX te zeggen. En daarnaast, als iemand je leuk vindt, zijn er echt miljoenen andere manieren om dat duidelijk te maken. En XX kan ook gewoon eventjes snel, makkelijk zijn. Dus nee, ik zou dat niet zien als bewijs. Ben je wel eens jaloers geweest omdat ze een meisje zijn? Nee, eigenlijk niet. Ik ben gewoon blij dat ik jongen ben. Maar als je dan een meisje zou zijn, wat is het eerste wat je dan zou doen? Ik denk dat ik dan allerlei tutorials op YouTube ga kijken hoe je jezelf moet opmaken en zo. En dat dan gaan doen, de mooiste look uitkiezen en dan uitgaan. En heel de boel gewoon op stelte zetten en kijken hoe jongens daarop reageren, denk ik. Ja. Dit vind ik een hele leuke vraag. Waarom doen jongens, als ze je vriendje zijn, als je met hem alleen bent, altijd zo lief en leuk, maar zodra ze vrienden erbij zijn, doen ze ineens heel erg afstandelijk. En alsof je niks voor ze betekent. Ik kan me eigenlijk twee redenen bedenken waarom dat zo zou kunnen zijn. Allereerst, jongens ontwikkelen zich veel minder snel dan meisjes. Als je ziet hoe ver een meisje van 16 is qua volwassenheid en qua gedrag, dan is dat vaak veel meer volwassen dan een jongen van 16. Dus vaak dan sluiten de verwachtingen niet helemaal op elkaar aan. De ene wil dit, het meisje die wil veel meer, veel verder, veel serieuzer. En de jongen die denkt van, nou ja, het is allemaal wel lang leven de lol. En daarnaast zijn jongens veel gevoeliger voor wat hun vrienden van ze vinden dan meisjes. Je kan je voorstellen, jongens moeten altijd stoer zijn. En als hij dan bij zijn vrienden is en hij gaat ineens lief doen, dan klopt dat niet helemaal bij het beeld dat hij wil scheppen bij zijn vrienden. Dus het ligt niet aan jou. Het is eigenlijk meer zijn onzekerheid. En ja, hij moet zeg maar aan het stoere plaatje voldoen bij zijn vrienden. En dan hoort niet lief knuffelen bij waar zijn vrienden bij zijn, zeg maar.
Waarom dragen jongens hun broeken zo laag? Nou, bij mij komt het omdat ik gewoon geen kont heb, dus hij zakt gewoon elke keer af. Maar ja, het is stoer of zo, denk ik. Ik weet echt niet. En de laatste vraag, hoe willen jongens verrast worden op een date? Kleine verrassingen kunnen echt heel erg leuk zijn op een date. Maar zolang het maar niet te overdreven is, want dan wordt het al gauw een beetje too much. Mijn tip zou zijn om hem te verrassen met iets waarmee je echt alleen hem kan verrassen. Dus geen algemene dingen zoals een luchtje, scheerschuim, douchegel. Maar probeer na te denken, hebben jullie een keer het ergens over gehad, een bepaald grapje. Probeer iets te bedenken dat je echt alleen aan hem kan geven. Dus het kan echt iets heel erg kleins zijn, dus het hoeft geen geld te kosten. Het gaat echt om het gebaar en als je zoiets kan bedenken, dan valt het gewoon altijd in de smaak. En dat waren de vragen van deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik hier een keertje te gast was. Als je het leuk vond, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En laat in de reactie de meiden van Fem weten dat je het leuk vond. Want ja, misschien dat ik dan wel nog een keer mag komen. Mocht je nou meer van mij willen zien, dan kun je natuurlijk ook even op mijn kanaal kijken. YouTube.com/Veurtje staat in de eindkaart en ook in de beschrijving. Of misschien dat ik nog wel een keer hier dan te gast mag zijn. Nou, hey, heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je dan graag de volgende keer weer. Doei! Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video op Fem. Inmiddels weten jullie al best wel veel over ons op het gebied van fashion en beauty. En vandaag gaan we een meer persoonlijke video opnemen.